Hier in de Akkers vindt dagbesteding voor ouderen plaats met een zorgindicatie. Momenteel gaat dat via de AWBZ, maar per 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor het verlenen van deze zorg. En er zal flink bezuinigd moeten worden. Hoe gaat de dagbesteding voor ouderen er straks in de gemeente nu naar uitzien? Nou, ik ben blij dat u die vraag stelt, want ik weet ook dat zeker ouderen zich zorgen misschien wel maken van hoe het straks in de toekomst allemaal voor hun geregeld is. Ik moet zeggen dat ik op dit moment geen echt antwoord heb, omdat we ermee bezig zijn. De ouderenzorg maakt straks ook ruimte, of dat maakt straks ook onderdeel uit van de participatieruimte. Dus vandaar dat het met andere processen ook te maken heeft. Wanneer denkt u hier meer over te kunnen vertellen? Nou, ik denk dat het eind september, begin oktober zal zijn. Want we hebben het nu allemaal een beetje in de ruwe schets. Maar ook omdat er ontzettend veel belangen en maar ook veel mensen bij betrokken zijn, zoals vrijwilligers, moeten we gewoon alles toch wel meer duidelijk hebben. Dus begin oktober. Oké, dank u wel. We horen dan graag meer. Hier zullen we dan even op moeten wachten, maar we kunnen vast kijken naar het huiskamerproject. Dit is een vrijwilligersorganisatie die al jaren voor senioren dagbesteding verzorgt. Wat houdt het precies in, het huiskamerproject? Het huiskamerproject is een activiteit voor ouderen die nog zelfstandig wonen en wat moeite hebben om de week door te komen. Vaak na het overlijden van een partner, maar ook om andere gebeurtenissen in het leven. Bij ons kunnen ze dan 1 ochtend in de week komen en hier een gezellige ochtend doorbrengen. Wij ontvangen de mensen met een kopje koffie en een praatje. Vervolgens hebben wij een activiteit en dat kan creatief zijn, het kan een taalspel zijn, het is ook kinderen, van alles en nog wat, een heel gevarieerd programma. Dus voor iedereen is er altijd iets leuks. Vervolgens gaan we een kwartiertje gymmen. Dat is een eenvoudige oefening op de stoel, dus niet gevaarlijk. Vervolgens gaat men ongeveer een uurtje spelletjes doen, zoals op dit moment dan achter ons gebeurt. Aan het einde van de ochtend gaan we met elkaar weer aan tafel en dan gaan we een kopje soep eten. En dan sluiten we de ochtend af. En op dat moment dan komen de vrijwilligers die de mensen weer naar huis brengen en dan is de ochtend om. Het huiskamerproject bestaat al zo'n 20 jaar. En momenteel heeft het 2 groepen. Eentje op de maandagochtend en eentje op de woensdagochtend. Hoe vindt u het hier? Ja, gezellig. Daarom komen we ook iedere week terug. Is het vaak dat er plotseling een week niet kunt omdat u niet lekker bent of zo? Dat komt wel eens een keer voor, maar niet zo erg vaak. Want je rekent toch op de woensdag, dan is het vroeg opstaan. Ik zag op die andere tafel ook dit spel liggen. Is dat een van jullie lievelingsspelen? Ja, wij doen dit al jaren, hè? Ja. Elke woensdag? Ja. Ja, oh, leuk. Iedere woensdag. Ja. En het is iedere keer weer anders. Sommige mensen krijgen momenteel dagbesteding vanuit de ABBZ. Maar straks door de bezuinigingen zullen sommigen daar misschien niet meer recht op hebben. Kunnen die zich dan hier aanmelden? Wij weten nog als huiskamerproject nog niet heel erg goed waar het dadelijk naartoe gaat met de gemeente. Daar zullen we nog op moeten wachten totdat de gemeente duidelijk uitsluitsel geeft. Maar wij willen wel altijd de mogelijkheid openhouden om eventueel een extra groep erbij te nemen. Hoeveel extra vrijwilligers hebt u dan nodig? Ja, dan moet je toch wel gauw rekenen op 5 gastvrouwen, gastheren en 5 chauffeurs minimaal. Het is op dit moment zo dat als je gastvrouw of chauffeur bent van ons huiskamerproject, dan kom je ongeveer 1 keer in de 3 weken aan de beurt om een dienst te draaien. En aan welke eisen moeten die vrijwilligers voldoen? Nou, echte eisen stellen wij niet. Ook dat is een beetje afhankelijk van wat er in de groep komt die dan eventueel erbij komt. Of we behoefte hebben aan mensen met een verpleegkundige achtergrond. Maar op dit moment is het gewoon, je moet toch wel feeling hebben met de oudere medemens van ons. En ervoor openstaan om naar deze mensen te kunnen luisteren. Actief bezig te zijn met wat die mensen bezighoudt. En ja, een beetje gezellig in de groep mee kunnen draaien op zo'n ochtend. En enthousiast zijn. En enthousiast zijn, ja zeker. Dat is heel belangrijk. U speelt meestal met dezelfde dames hier? Ja. Nou valt het me op dat er helemaal geen heren zijn. Nee. Is dit ook alleen voor dames op de woensdag? Ik denk dat die ons te druk vinden. Maar zouden jullie het leuk vinden als er heren bij komen? Ja, natuurlijk. Ze zijn er wel geweest. Voor de meeste mensen hier is dit de enige wekelijkse activiteit die ze buiten de deur hebben.
Herman van Veen zong al op jonge leeftijd. Er bestaat geen medicijn tegen oud en eenzaam zijn. Maar een vrijwilligersorganisatie als deze kan veel betekenen voor ouderen. Doet u behalve deze ochtend ook nog andere dingen buitenshuis? Nee. En hoe vindt u het hier? Ik ben er al ruim 12,5 jaar bij, dus... En anders zeg alles. Wou ik net zeggen, anders was je al eerder weggelopen, ja, als u het niet leuk vond. Ja, nee, maar het is hartstikke leuk. En wat vindt u het leukste hier? Het gezellig onder elkaar zijn. En de gezelligheid. Als je thuis alleen loopt, dan is het toch niet alles. En vindt u het ook fijn dat u gehaald en gebracht wordt? Ja, want anders kon ik echt niet meer komen. Hoe bevalt het werk hier als vrijwilliger? Ontzettend leuk om te doen. Ik doe het heel erg graag. We hoeven eigenlijk maar één keer in de 3 weken, maar ik hou mijn woensdagochtend meestal vrij. Dus het liefst zou je elke week hierheen komen? Zou ik niet erg vinden, nee. Nee, want je krijgt ook een hele leuke band met de mensen als ze je vaker zien. En hoe lang doet je dit al? Ik weet het niet precies, maar al een hele tijd. Ik denk 1 jaar of 10. En u hoopt het lang vol te houden? Ik hoop het nog heel lang vol te houden, ja.